Dit is het TV West nieuws van woensdag 16 april. Zesvoudig moordenaar wil opnieuw met verlof. Zoetermeerders betrokken bij onderhandelingen. En in Leiden bepaal je zelf wat je betaalt voor een knipbeurt. Dag dames en heren. Hij probeerde het vandaag opnieuw. Zeftet Yılmaz wil met onbegeleid verlof. In de jaren 80 schoot hij 6 mensen dood in café Het Koetsiertje in Delft. En opnieuw barst nu de discussie los. Heeft deze man na 30 jaar recht op vrijheden, ook al is hij tot levenslang veroordeeld? 30 jaar zit hij al vast, Zeftet Yılmaz. In oktober vorig jaar diende hij een verzoek in om onbegeleid met verlof te mogen. Volgens de TBS-kliniek waar hij zit kan het, maar staatssecretaris Fred Teven heeft nog altijd geen besluit genomen. En dat duurt Yılmaz te lang. Daarom probeert hij nu via de rechter een besluit te forceren. Aan het proces van tegenhouden en vertragen is nu een einde gekomen. Yılmaz schiet in 1983 6 mensen dood in Het Koetsiertje in Delft. Waarom, dat is niet helemaal duidelijk. In een documentaire 10 jaar later zegt hij dat hij in paniek raakte toen iemand hem kankerturk noemde en hem aanviel. Yılmaz krijgt levenslang. Maar in 2001 blijkt dat hij dringend behoefte heeft aan een behandeling. En dus wordt hij in een TBS-kliniek geplaatst. Die kliniek die stelt als voorwaarde dat Yılmaz wordt behandeld als een normale TBS-patiënt. En dat betekent dus dat hij kans moet krijgen op verlof en om te resocialiseren, dat hij kan terugkeren in de maatschappij. Terwijl hij een levenslange gevangenisstraf heeft opgelegd gekregen. De staat gaat akkoord. Volgens de advocaat van Yılmaz heeft de staat hiermee aangegeven dat Yılmaz op enig moment vrij kan komen. Maar puntje bij het paaltje blijven ze tegenwerken, zegt hij. Volgens de advocaat zwicht de staatssecretaris keer op keer voor druk uit de maatschappij en de verontwaardiging die ontstaat als Yılmaz weer in het nieuws komt. Maar volgens de landsadvocaat wordt juist een zorgvuldige afweging gemaakt en dat kost tijd. En die verantwoordelijkheid die omvat ook meer dan de vraag of verlof vanuit behandelperspectief gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld naar de belangen van slachtoffers. En ook naar het belang van het nog steeds bestaande gevaar van maatschappelijke onrust. Vorig jaar augustus heeft Yılmaz een gratieverzoek ingediend. Hij wil vrijkomen. Maar dat kan alleen als hij nu onbegeleid verlof krijgt en dus stapje voor stapje leert terug te keren in de maatschappij. Maar laat ik het hierop houden dat tussen een man die in 1983 een verschrikkelijk misdrijf heeft gepleegd, dat tussen die man en de man waarover het nu gaat een levensgroot verschil bestaat. Ten onrechte wordt hij steeds opnieuw als monster afgeschilderd. Ten onrechte wordt de strafzaak van 30 jaar geleden als het ware steeds opnieuw herhaald. Ja, en maandag over een week op 28 april doet de rechter uitspraak. En dan beslist hij of Yılmaz met verlof mag of dat hij het besluit van de staatssecretaris moet afwachten. Een uniek project in Zoetermeer. Bewoners mogen daar meepraten over de hoofdlijnen van het nieuwe collegeakkoord. Het initiatief komt van D66, die in Zoetermeer een glansrijke overwinning boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij hoopt hiermee de burgers meer bij de politiek te kunnen betrekken. Inspraak in Zoetermeer. Het is een gevoelig onderwerp. De Nationale Ombudsman concludeerde vorig jaar nog dat de inwoners onvoldoende inspraak kregen bij de bouw van een moskee in de wijk Zegwaard. En de kloof tussen politiek en burger bleek ook nog eens bij de verkiezingen, toen minder dan de helft van de kiezers de weg naar het stembureau wist te vinden. D66 wil nu een nieuwe politieke wind door Zoetermeer laten waaien. Ja, het is in ieder geval, zo wordt dat beleefd door veel inwoners, dat ze het gevoel hadden van formeel mag ik wel inspreken, maar feitelijk wat gebeurt daarmee? En we willen nu echt die draai maken door inwoners echt mee te laten denken. En we zouden het ook heel goed vinden als inwoners zelf initiatief gaan nemen. Laat maar zien hoe jij denkt dat het beter kan en dan moeten wij dat ruimhartig ondersteunen. Vanaf 23 april staat het collegeakkoord op de website en begin mei staan de collegepartijen, als alles bij de onderhandelingen goed verloopt, op het Stadhuisplein. Maar wat gaat er gebeuren als er te veel mensen een idee indienen? Kijk, wat wij belangrijk vinden is een gevoel te krijgen wat er speelt in de samenleving. En we zullen echt niet alles in het hoofdlijnenakkoord kunnen opnemen. Maar we hebben nog 4 jaar te gaan en we willen steeds inwoners betrekken bij het beleid. En de punten die genoemd worden kunnen we dan later alsnog meenemen. De grote vraag is nu of de Zoetermeerder zich verheugt op de inspraak. Ja. Mevrouw, de burgers in Zoetermeer die mogen meepraten over het collegeakkoord. Zit u erop te wachten? Nou, op mijn leeftijd denk ik niet meer. Ik weet er zelf eigenlijk bijzonder weinig van. Ik heb wel gewoon gestemd natuurlijk, maar ik heb verder niet over nagedacht dat ik daar heel duidelijk een stem in moet laten horen of zo. Prima.
Prima idee, ja. Ja, heel goed. Ik denk dat de gemeente al redelijk goed bezig is met de stadsvernieuwing, wat ze een beetje op poten zetten hier. Het centrum betrekken bij de Dorpsstraat en dat soort zaken. Dat wordt al aardig onder handen genomen. Het parkje daarin is al prachtig aangelegd. Nou, dat zijn allemaal hele goede dingen, denk ik. Soms vraag je je als gewone burger wel eens af wat ze allemaal op zo'n stadhuis bedenken. Rob Leeuwaan uit Den Haag heeft in zijn straat bijvoorbeeld gedonder met de nieuwe ondergrondse vuilcontainers. Die kunnen niet geleegd worden. Toevallig heeft de gemeentereiniging net alle vuilniszakken in de Haagse Teletstraat opgeruimd. Maar het stond hier dagenlang helemaal vol met vuilnis, omdat deze gloednieuwe container niet geleegd kan worden. Het probleem is dat er een hele knappe meneer heeft verzonnen dat die containers hier de grond in moesten. Hij is alleen vergeten dat er een boom staat en ze kunnen die containers niet legen, want ze krijgen hem niet te hoog genoeg. Dus ze moeten ongeveer 8,5 meter de hoogte in hier zo, om die containers omhoog te krijgen. Maar dat gaat niet. Staat die boom? Daar staat die boom. En nu moet de hele buurt het doen met deze twee containers. Want de nieuwe containers voor de andere straten konden niet op tijd geleverd worden. Dus iedereen komt hier naartoe. Ja, en op een gegeven moment staat het hier vol met zakken. Rob klom 2 weken geleden al in de telefoon, maar is tot op heden nog niet teruggebeld door de gemeente. Waarom hebben ze niet gewoon een paar takken eraf gezaagd? Ja, dat is de afdeling plantsoenen die is. Dat is een andere tak is dat, die dat moet doen. Dus de reiniging die zegt tegen mij, ja, dan moet je bij plantsoenen die zijn. En plantsoenen die zegt, ja, dan moet er eerst een vergunning aangevraagd worden. Nou, zo blijft van het een naar het andere. Kastje naar de muur heet dat, geloof ik. Zo heet dat spelletje wel, ja. Ja, en ondertussen hoorden we dat het probleem alweer is opgelost. Rob Leeuwaan laat Omroep West weten dat medewerkers van de gemeente vanochtend de takken hebben gesnoeid, waardoor nu dus ook de container geleegd kan worden. En nu dan kort nieuws. De man die gisteren zijn woning aan de Roggekamp in Den Haag in brand gestoken zou hebben, is opgepakt. De politie meldt dat de man in Leiden is gearresteerd. Volgens buurtbewoners gaat het om een verward iemand die vaker problemen veroorzaakt. De brand ontstond op de 4e en hoogste verdieping van het appartementencomplex. Al snel sloegen de vlammen uit de ramen. 8 woningen zijn toen tijdelijk ontruimd. Na het ongeval met de loopbrug op het strand van Katwijk zijn er direct tijdelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Dat laat de gemeente weten. Het ongeluk is geëvalueerd. Het gebruik van de loopbruggen is de veiligste manier voor voetgangers om naar het strand te gaan. Nieuwe, blijvende veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat er geen ongelukken meer gebeuren. Justitie heeft vandaag celstraffen geëist van 3 en 4 jaar tegen de mannen die een snackbar op het Alexandrine Tinneplein in Leiden hebben overvallen. De snackbar Plein 10 werd in juni van het vorig jaar overvallen door 2 mannen. De 2 maakten een onbekend bedrag buit en gingen er vandoor. In oktober werden de overvallers van 28 en 23 jaar opgepakt. De 28-jarige man was herkend op camerabeelden die Team West en Opsporing Verzocht hadden getoond. Een eigen prijskaartje hangen aan een maaltijd, een optreden of een andere dienst. Dat gebeurt al een tijdje in allerlei branches. En nu lijkt ook de kapperswereld overstag te gaan. Bij kapper Alex in Leiden bijvoorbeeld kun je sinds kort zelf bepalen wat je over hebt voor een nieuwe coupe. En hoe dat in de praktijk werkt, dat ga ik vandaag uittesten hier in Leiden bij Alex. Want mijn haar kan een oppepper gebruiken. Hallo, ik wil graag geknipt worden. Welkom. Alex, hoe werkt het precies? Ik doe de kappersbehandeling en aan het eind van de bij het afrekenen bepaal je zelf wat je wil betalen. En ik accepteer alles wat je geeft. Alles? Ja, en het is nog niet voorgekomen dat iemand 2,50 heeft gegeven. Het idee om met vrije prijzen te werken is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik zag dat teruglopen in mijn klanten en de klanten zijn ook voorzichtig. Dat is eigenlijk dus een soort reclamestunt, zou je bijna kunnen zeggen. Bijna wel, maar het verhoogt ook mijn werkplezier. Als je het helemaal loslaat, dan levert het leuke gesprekken op. Voor Alex is het ook belangrijk dat mensen zich er door dit concept van bewust worden dat het erom gaat dat je de ander wat gunt. Het past een beetje bij deze tijd. Delen is het nieuwe hebben. Je gunt elkaar een mooie zaak aan een mooie gracht in Leiden. En ik gun een klant een mooie kapsel. En dat brengt een goede sfeer met elkaar. En een levensles en commercieel. Het gaat dus toch samen. Ja, zeker.
doe echt alles voor de baas. That's it. Nou, er is iets van 2 centimeter af. Mooi hoor. Dankjewel. Hier worden we allebei beter van. Nou, jij ook bedankt. Ja, en wat onze verslaggeefster uiteindelijk heeft betaald, dat laten we lekker in het midden. Hij streed al met succes tegen het strafbaar stellen van illegaliteit in Nederland. En nu wil Hagenaar met Persische wortels Sander Terphuis naar het Europees Parlement om daar te zorgen voor een socialere wereld. Ook al was ik 18, maar ik voelde enorme drang en het verlangen naar vrijheid. En dat was voor mij de reden om mijn vaderland te verlaten, te ontvluchten en mijn vrijheid te zoeken in het prachtige Nederland. In 1990 ontvlucht Sander Terphuis het Iran van de Ayatollahs, of liever Perzië, zoals hij het zelf noemt. Hij komt eerst in een asielzoekerscentrum in Friesland en belandt via wat omzwervingen in 2003 in Den Haag. Maar je ziet dat Den Haag die heeft duinen, dat heeft de zee, de prachtige bossen heeft hij. En natuurlijk ook waar mijn hart ligt, de politiek. Het politiek hart van Nederland is hier. Maar als ik bijvoorbeeld een keer echt vermoeid ben vanwege mijn werk en alle politieke activiteiten, maak ik hier een prachtige wandeling hier in de duinen, dan ben ik weer helemaal blij. Met een zelfgekozen oer-Nederlandse naam om zijn definitieve keuze voor Holland te bevestigen, wordt hij politiek actief, voor de PvdA. Een van zijn grootste successen is de strijd tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Terphuis voert verbeteractie binnen zijn partij om dit voorstel te schrappen. 2 weken geleden gebeurt dat ook. Ik ben ontzettend blij voor de mensen om wie het gaat. Die ook echt angst voelden als die maatregel zou doorgaan. Dan heb ik het over, als ik kijk naar Den Haag, mensen die in de vluchtkerk verblijven. Die hebben het toch al enorm moeilijk. Die verblijven daar in erbarmelijke omstandigheden. Ik ben wel eens in de winter daar geweest in de kerk. Nou, je bibbertje rot hoor, daar is echt niet leuk. Dus ook nog eens strafbaar stellen en hun achterna zitten, jacht op ze te maken, vond ik echt te ver gaan. Nu wil hij in het Europees Parlement. Terphuis staat op de 11e plek op de kieslijst, terwijl de PvdA 3 zetels heeft. Hij hoopt via voorkeurstemmen naar Brussel te gaan, om zich daar in te zetten voor een nieuw ideaal. Echt een Europa dat de mensen centraal stelt, oog heeft voor de mensen en hun zorgen. Dus ophouden met al dat grote, logge organisatie die miljoenen euro kost, maar gewoon naar de mensen kijken, naar hun zorgen. Banen moeten komen, Europa moet socialer en sterker. Maar ja, er zijn heel veel mensen met idealen naar Brussel vertrokken en daar hoor je nooit meer wat van. Nou, weet u, misschien is dat nou juist een reden door mensen in Den Haag te zeggen, stem dan wel op mij, want ik kan dus echt laten zien dat er verschillen, veranderingen mogelijk zijn. Nou, nog 56 dagen tot het WK voetbal van start gaat in Brazilië. Dat klinkt nog ver weg, maar in onze regio is men er al volop mee bezig. Zo werd er gisteravond een boek gepresenteerd over de WK-successen van Brazilië. God is een Braziliaan. Zo luidt de titel van het boek dat gaat over de geschiedenis van Brazilië op diverse wereldkampioenschappen. Het eerste exemplaar werd dinsdagmiddag uitgereikt aan voetbalicoon Willem van Hanegem. Hij denkt dat de goddelijke Canaries dit jaar in eigen land de favoriet zijn voor de wereldtitel. Dat hebben ze eigenlijk laten zien tegen Spanje, die wedstrijd. Wat was het, Confederation Cup? Toen speelden ze, je weet dat ze allemaal goed kunnen voetballen, maar toen speelden ze ook met de beleving en de passie van Atletico Madrid. En dan denk ik dat het heel moeilijk is om hun af te stoppen. Van Hanegem en Feyenoord zijn momenteel in onderhandeling om te kijken of de Kromme een functie binnen de club kan bekleden. Mochten beide partijen er niet uitkomen, dan wil ADO-trainer Henk Vrezer van Hanegem bij ADO Den Haag binnenhalen. Maar was dat een paar weken geleden? Vorige week? Nou, ik dacht 1 april, dacht ik dat het was. Nee, weet je wat nou weer het irritante is? Nou hoor je dat, nou wilde ik aanstaande, of aanstaande niet, maar die week erop naar... AZ thuis. Hij stond er bij mij op, die neus, schoenmaker. Maar dan denk ik, ja, als ik nou weer daar naartoe ga, dan denken die mensen weer, nou, hij kan zeker weer solliciteren. Nou, neem jij nou van mij aan, ik ga het nooit solliciteren. Nee, maar Henk wil je benaderen. Ja, maar dan denken ze, ja, maar dat zeg jij zo, maar die mensen gaan dan denken dat ik daar naartoe ga om je te laten zien, om benaderd te worden of wat dan ook, weet je niet. Ik heb bij Feyenoord niet gesolliciteerd, ik ga het nooit ergens solliciteren. Als ze komen is het leuk en als ze niet komen, even goede vrienden.
Ja, wordt vervolgd. Het WK voetbal start op donderdag 12 juni in Brazilië. Het gastland speelt de openingswedstrijd tegen Kroatië. En dan het weer met Huub Mizee. Het lijkt erop dat het mooie, stabiele weer van begin april weer enigszins terug is. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Want de komende dagen zal het ook nog wel eens een keer een koude dag zijn. En met de Pasen zal het ook enigszins wisselvallig worden. Maar in ieder geval, ja, de afgelopen nacht was overigens wel weer behoorlijk koud. Op de normale waarnemingshoogte 0 graden. De koudste nacht vanaf 1 april. Maar ja, aan de grond heeft het wel zo'n 3 tot 4 graden gevroren. En het was aan sommige bloemen ook wel te zien. Maar vandaag overdag werd het eigenlijk uiteindelijk heerlijk met veel zon. Niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. En halverwege de middag alweer een temperatuur van zo'n 13 graden. Nou, de komende nacht zal wat minder koud zijn. Er is wat meer wind en de temperatuur is al wat hoger geworden. We hebben erbij flinke opklaringen. En later vannacht pas komt er wat meer bewolking. Die wind die we krijgen, zuidoostelijk, wordt zwak tot matig. En later vannacht zal die zuidelijk worden. Terwijl de temperatuur dan daalt tot ongeveer 4 graden. En morgen hebben we behalve zon ook wel enkele wolkenvelden, maar pas in de avond wordt er regen verwacht. De wind morgen zuid tot zuidwestelijk, overwegend matig, aan de kust misschien af en toe vrij krachtig. En daarmee wordt alweer wat zachtere lucht aangevoerd, want morgen kan het zelfs zo'n 16 graden worden. Maar dan Goede Vrijdag. Dat wordt een dag met een noordelijke luchtstroming en dus ook weer koudere lucht. Overdag een afwisseling van zon en stapelwolken met hier en daar een bui. Die noord-noordwestenwind zal matig zijn, aan de kust misschien vrij krachtig. En dan maar een temperatuur van zo'n 11 graden. Dankjewel, Huub. Ja, en tot zover TV West Nieuws voor dit moment. Kijk ook op omroepwest.nl en op onze apps voor uw smartphone of tablet voor meer nieuws. En onze collega's van 89.3 Radio West houden u natuurlijk ook op de hoogte. Hier kunt u zo meteen gaan kijken naar de West Safari. En wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Hele fijne avond.